Enkele weken geleden werd het Bernadettebeeld van de Lourdesgrot in het Ursulinepark in IJzen onherstelbaar beschadigd aangetroffen bij die grot. Aanvankelijk wezen de beschuldigende vingers naar de hangjongeren die hier heel veel bij elkaar komen. Dit bleek onterecht. De jongeren zijn nu in crowdfundactie gestart om ervoor te zorgen dat het beeld weer teruggeplaatst kan worden. Wij zijn de crowdfundactie gestart omdat wij hiervoor eigenlijk vals beschuldigd zijn. Dit is iets wat wij totaal niet hebben gedaan en heel veel mensen, nou er kwam dus gelijk toen het beeld werd gesloopt, kwam er gelijk een Facebook post online waar heel veel reacties op kwamen. En heel veel reacties duiden eigenlijk dat wij het zouden hebben gedaan. Nou, dat is natuurlijk totale onzin. Zoals je ziet, er staan foto's bij van Daan. Daan is een vriend van ons die helaas is overleden. Dus er is totaal geen logica dat wij dit kapot hebben gemaakt. De gemeente heeft gezegd dat er zo rond de 500-600 euro nodig was hiervoor. En we zitten al op 1200, dus het loopt. En daar kan dus een beeld van terugkomen, maar er blijft er geld over. Wat gebeurt daar dan mee? Dat weet je niet. Jules. Het resterende geld wordt nog besteed aan wat ramen hier te fixen, want er kon wel eens een bal tegenaan. Kunnen mensen nog steeds geld doneren? Er kan nog steeds gedoneerd worden, ja, precies.